welkom op het kanaal van Lucky Bastard. Hier zie je de finale conclusie wat betreft The Seventh Continent. Met hier en daar wel spoilers, hoewel ik niet echt ga intreden op de details. Maar, er is veel te vertellen. En ik heb dat proberen wat efficiënt mogelijk te maken door dat dan notities te nemen. Dus ik ga proberen stap voor stap er een beetje over te gaan. Ik kan niet gewoon in één woord zeggen wat ik van het spel vind. Dus laat ik beginnen met het gevoel dat het spel mij geeft. Dat is misschien hetgeen wat ik al eerder ook al heb verteld. Maar het bijzondere aan dit spel is vooral het gevoel aan vrijheid dat je krijgt. Het voelt aan als een computerspel, een open world, waar je eigenlijk eender welke kant kan opgaan, zonder dat je een bepaald doel voor ogen hebt, of met een bepaald doel voor ogen, wat ook je drijfveer mag zijn om een bepaalde richting uit te gaan. Het kan gewoon. Of je dat als een positief of een negatief kenmerk gaat ervaren, ja, dat hangt van jouw stijl af natuurlijk. Er valt veel te ontdekken natuurlijk op het eiland. Niet alles bestaat uit gigantische verrassingen per se. Maar het gevoel van ontdekken, dingen tegenkomen die je al eerder hebt gezien, die je ergens kan plaatsen, dat geeft natuurlijk wel een leuke ervaring eraan. Ook het gevoel van het overleven zit er heel sterk in. Overleven op een eiland is natuurlijk niet gemakkelijk, dus je moet je eigen tools gaan maken. En alles wat je doet kost tijd en eigenlijk ook jouw leven, want jouw deck met kaarten, dat is jouw leven. En iedere keer als je een actie kiest, moet je daarvan trekken. En als die eenmaal op is, dan kan het vrij snel gedaan zijn, want dan van zodra je dan een vloekkaart trekt, de volgende keer dat je een stapel gebruikt, dan is het gedaan. Gelukkig zijn er tal van manieren die je gaat ontdekken, al doenderwijs, waardoor je je deck terug wat kan aanvullen met kaarten. De belangrijkste daarvan, en daarmee geef ik niet zo heel veel spoilers weg, is dat je gaat moeten eten. En dat is thematisch wel, ja, gegrond natuurlijk. Dus het algemeen gevoel is een heel thematische ervaring ook. Achter alles zit wel een bepaalde logica die begrijpelijk is. Wat mij ook opviel bij het spelen van The Seventh Continent, is dat het heel verslavend is. Omdat het niet echt een einde heeft van, oké, de missie van 2 uur, het is gedaan. Je gaat een bepaalde vloek verbreken en dat kost tientallen uren. En dat is niet zo gespeeld op een avond of zo. Dus voordat je het weet, ben je eigenlijk tot een kotte nacht aan het doorspelen. Dus het is ergens wel verslavend. Misschien goed, want dat wil zeggen dat het de interesse heeft gewekt. Maar dat is ook nadelig, want op den duur ben je niet meer zo fris. Ga je misschien stomme dingen doen of fouten doen bij het behandelen van de kaarten. En dan kom ik ook, ja, bij het aspect van het opslaan. Want het is wel mogelijk om in het midden van het spel te zeggen, goed, we gaan hier stoppen en de volgende keer gaan we verder van waar we zijn gebleven. Dat is wel praktisch, maar in mijn gevoel geef je toch altijd iets op. Je geeft een aantal vorderingen op, omdat je slaat ook op hoe ver jouw deck gevorderd is op dat moment. Dus als je al veel leven hebt afgegeven, dan schiet er misschien niet zoveel meer over. En als je op dat moment gaat opslaan en je begint terug opnieuw, dan is de wereld rondom jou terug gehuld in de mist. En het kost je weer veel acties om dat allemaal terug vrij te spelen. Het voordeel dan weer is dat er dan nieuwe kansen ontstaan. Want achter mist weet je niet wat er schuilt. En dat is ook ieder spel anders. Dus het kan wel voordelen opleveren ook. Maar toch, het is een groot nadeel ook, vind ik. Want als het landschap verkend is, kan je met één actie eigenlijk een heel stuk vooruit stappen tot een bepaald knelpunt, zal ik zeggen. En dan kost je dat een aantal kaarten. Maar als je aan het ontdekken bent, een nieuw gedeelte van het landschap, dan kost het voor iedere stap. Dus voor iedere kaart die je beweegt, moet je dan betalen. Terwijl als er ligt, ja, dat is veel goedkoper. Dus het opslaan vind ik op dat vlak een nadeel. Maar ik zeg het, het kan ook een voordeel opleveren. Plus, het is ook gewoon brood nodig. Want op een gegeven moment heb je zoveel tafelruimte nodig dat het niet meer praktisch is op dat moment. En dat je gaat moeten plaats, ruimte bijverzinnen. Wat ik ook vaak heb gedaan, omdat ik niet zo graag opsloeg. En ik speelde meestal in sessies van, wel, een heel weekend of zo. Dat ik stelselmatig, als ik tijd vrij had, er mee bezig was. Maar verder, het is wel handig gedaan hoe de manier waarop je al je items kan behouden en zo. Dat vind ik wel goed gevonden. Dat is eenvoudig, maar het ontdekgedeelte, dat vind ik niet zo handig. En wat valt er te ontdekken op dit eiland? Dingen die ik daarbij moet opmerken is, in het begin is alles nieuw
procentueel gezien gaat het nieuwe gedeelte stelselmatig afnemen. Dus naarmate dat je in je laatste Misty bent, dan heb je misschien 99% gezien ook. Wat vrij logisch is ergens, maar het maakt het ook wel de verrassing, het wauw-effect is weg. Het wordt saaier, repetitiever. Maar goed, dan ben je al een heel stuk gevorderd. Dus dan, het is niet vanaf het begin dat het meteen zo is. Al, een ding dat het me wel tegenviel is, soms had je bepaalde situaties waar je in terecht kon. Ik ga er niet, geen details over vrijgeven. Maar dan kon je kiezen voor optie A of B, soms heel letterlijk zelfs. Normaal gesproken zou je denken, als ik nu optie A neem, dan, en dat valt tegen, dan moet ik volgende keer optie B nemen. Of vice versa, maar dat was dan voor mij een minpunt, dat je het niet kon weten. Dus de ene keer was optie A goed en de andere keer was optie B goed. En er was geen enkele manier, buiten misschien heel gedetailleerd opschrijven, dat je dat kon weten. Ik vind het goed dat er soms situaties zijn waar dat er meerdere opties zijn en één is goed en de andere slecht. En dat de eerste keer dat er een beetje een gok is. Maar dan vind ik ook dat de tweede keer dat je moet weten van oké, logischerwijze, dezelfde situatie, ik doe hetzelfde. Maar goed, misschien beantwoordt dat ook weer met realiteit, dat je niet altijd dat in de hand hebt uiteindelijk. Maar dat vond ik echt wel, dat vond ik een beetje stommer aan. Maar wat ik er dan wel cool aan vind, tijdens het ontdekken ga je ook de fauna en flora leren kennen. En dat is wel ervaring die je dan weer meeneemt naar volgende speelmomenten. Je leert echt wel de dieren op het eiland, het voedsel eigenlijk ook wel in voor een groot stuk leren kennen. Je weet ook de gevaren, misschien de roofdieren die je kan tegenkomen na een tijdje. En wat betreft de flora, de planten en zo, de vegetatie, zijn er heel veel interessante dingen te weten die je kan te weten komen daarover en die je dan eigenlijk ook nuttig kan gebruiken. Nu, het nadeel daarvan is ook, als je dat aan het spelen bent, op die moment weet je dat, maar zit er dan een maand tussen, dan moet je dat weer allemaal gaan heropfrissen of je moet echt uitgebreid notities nemen van dit vind ik daar terug en dat vind ik ginder terug. Daar knelt toch het schoentje, vind ik, als er te veel tijd tussen zit. En je kunt gewoon het algemeen, het is veel om te onthouden, want je krijgt wel een kaartje, als je bijvoorbeeld bepaalde kennis over een plant bent te weten gekomen, dan heb je daar een kaartje voor. Maar het is vaak een heel specifieke gevallen dat je dat kan gebruiken. De plant moet zich op jouw locatie bevinden ten eerste. En je moet dan een bepaalde actie doen die een voordeel gaat geven bij die plant. En daar moet je dan aan denken, en als je het niet meteen regelmatig gaat gebruiken, dan ga je daar ook gewoon in het geheel niet meer aan denken of dan vergeet je dat te gebruiken. Zeker opnieuw als er weer tijd tussen zit. Dus het is eigenlijk heel veel om te onthouden en om echt goed gebruik te maken van het eiland of wat er zich, wat je, de kennis die je hebt opgedaan, moet je echt wel per pink blijven. En dat is moeilijk bij zo'n verslavende lange sessies tot een kot in de nacht. Dan wil ik nog iets zeggen over de karakters. Je hebt verschillende personages die je kan spelen. En het leuke eraan vond ik wel dat ieder personage voelt heel uniek aan. Ze kunnen zich ook verder ontplooien, vind ik. Ze worden beter naarmate het spel vordert. En dan is dat vooral wat betreft de advanced skills die je kan aankopen. Dus dat is niet echt specifiek voor een karakter, maar voor de hele groep. Maar ja, goed, ik speel het solo, dus voor mij was dat voor het karakter. Jammer is wel, ze zijn uniek en je kan er unieke dingen aan ontdekken op het eiland. Maar ze hebben niet echt een geweldige storyline of zo. Het is niet dat je heel veel persoonlijke informatie te weten komt over de karakters. Maar ze hebben wel een eigen twist op dingen aan te pakken en dat vind ik wel interessant. Opnieuw, daar komen weer bonussen bij kijken en dan moet je weer rekening mee houden dat je dat onthoudt. Want anders ja, ben je er niet veel mee. Dat is allemaal goed en wel, maar het doel is uiteindelijk om een aantal vloeken te doorbreken. De eerste vloek, dat ging nog vlotjes. Wel, het kostte heel veel tijd, maar je had wel meteen een idee waar je moest, in welke richting je moest gaan zoeken. Want je had een map, een schat, schatkaart als het ware. Dat ging nog sava en dan tijdens die eerste missie leer je eigenlijk het hele eiland zo wat kennen, of toch een heel groot stuk ervan, omdat het zoveel tijd kost. En die ervaring moet je dan gebruiken om de volgende missies of de volgende vloeken tot een goed einde te kunnen brengen. Want daar word je niet meer bij het handje vastgehouden. Daar is het echt oké. Je hebt een mysterieus item of een mysterieus idee van waar te gaan zoeken.
Wel, zoek dat maar. Zoek het maar. Hoe ga je het oplossen? Ja, opnieuw, ik zeg het, als er tijd tussen zit, moet je eigenlijk terug van nul af aan beginnen van hoe kan ik dit oplossen? En je hebt geen idee. Dus kennis van het eiland is dan zeker en vast cruciaal. Opnieuw, hier is ook weer gebrek aan echte storyline, vind ik. Er wordt wel wat verteld over de geschiedenis van het eiland en zo. Maar ik kan er niet echt een touw aan vastknopen. Het is net iets te weinig verhaal en meer het suggestieve van oké, dit is er gebeurd of zo. Of dit is de functie van een bepaald reliquie, zal ik zeggen. Maar het blijft allemaal heel vaag voor mij. Tuurlijk is er ook een beetje geluk mee gemoeid dat je net de goede kant op gaat. Ook op sommige locaties zijn er verschillende kaartjes die je kan trekken. En op een moment ga je een kaart met een aanwijzing krijgen, een ander moment niet. Het gaat meestal niet gerelateerd zijn tot de hoofdmissie of zo, de vloek verbreken. Maar soms helpt het wel dat je net dat goede kaartje trekt of zo. Dus geluk is er zeker en vast mee gemoeid. Ook al is het niet omwille van de dobbelstenen, maar wel ja, het trekken van de kaartjes ook weer. En bij bepaalde missies is dat wel heel belangrijk, want je moet heel veel kaartjes trekken om die te laten slagen. En als je dan een beetje pech hebt, ja, goed. Nu, op dat punt is overleven normaal geen probleem meer. Maar ja, doordat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd, van oké, hier gaan we dit proberen te halen, maar dan moeten we weer naar Ginder op het eiland. Je weet misschien wel waar dat je moet zijn en dan weet je al redelijk veel. Maar om daar iedere keer te geraken, dat kost tijd, moeite, overlevingsskills. Je moet regelmatig eten om je dek bij te vullen. En in het begin is dat heel nieuw en ja, spannend misschien zelfs. Maar na een tijdje begint dat echt wel tegen te steken. Dus de restricties die het spel aanbieden en de restricties van ik moet op tijd eten om te overleven, zijn na een tijdje wat mij betreft ballast geworden. Dus ik heb mijn aantal vrijheden toegekend om daar komaf mee te maken. Dus ik heb eigenlijk veel meer ook gebruik gemaakt van ik ben niet fysiek gebonden aan deze plaats. En ik ben zo wel eens gaan kijken van oké, daar moet ik naartoe of daar moet ik niet naartoe. Zodat ik niet gewoon al de tijd en moeite insteek om dan naar ergens aan te komen waar ik zeg eigenlijk moest ik niet hier zijn. Ik heb me verkeerd onthouden. Dus ofwel neem je die notities en dan ga je op basis daarvan kijken van daar moet ik geraken. Ofwel, zoals ik had er geen zin in om daar nog notities bij te nemen. Dan moet je het op een andere manier oplossen. Ofwel veel extra tijd erin steken, maar als het eiland weinig nieuw heeft te bieden en je moet gewoon puur proberen te overleven, dan is daar niet zo heel veel meer aan. Dus uiteindelijk heb ik steeds meer en meer vrijheden toegekend om de missies of de vloeken te verbreken. En daar heb ik geen spijt van. Want uiteindelijk, er waren natuurlijk wel op het einde van die vloeken nog dingen te ontdekken die ik nog niet had ontdekt. Maar in verhouding met het gedeelte dat ik al wel wist, was het te weinig. Dat is een beetje zo alles wat ik te vertellen had. Misschien nog iets heel klein over de component. Ik heb het er waarschijnlijk al over gehad in de andere filmpjes. Eén ding dat ik toen niet heb benoemd, is dat ik eigenlijk vind dat er op veel kaartjes nogal een gebrek aan visuele informatie is. Heel veel kaartjes bevatten gewoon tekst van oké, dit is er gebeurd. En doordat er niet veel ruimte op die kaartjes is, ik begrijp het wel, is er ook geen visuele context om dat in te plaatsen. Dus je moet het je een beetje voorstellen, dit is er gebeurd. Dus als de kaartjes allemaal iets groter waren, was dat perfect mogelijk geweest om dat wel te doen. Maar dan had je geen tafel die groot genoeg was om alles op te leggen. Dus ja, ergens moeten ze een keuze maken. Dus het is een begrijpelijke keuze. Maar daardoor vind ik het nog niet visueel als fantastisch ervaren worden. Dus het is een beetje van, oké, ik moet leven met de graphics die er zijn, maar dat maakt het verhaal niet veel minder interessant natuurlijk. Of het verhaal maakt de ervaring niet veel minder interessant. Heb ik dan alles gezegd? Ja, ik denk het wel. In conclusie moet ik besluiten dat Seventh Continent, het is echt wel een aanrader als je van avontuur houdt en een soort van raadsel soms ook. Maar mindere mate. En je houdt ook wel van restricties die een spel je opleggen, want daar, dat is toch wel een grote portie na een tijdje dat wordt.
dan is het echt wel iets voor jou. Maar is het een spel voor iedereen? Zeker en vast niet. En is het iets dat iedereen gaat uitspelen? Helemaal niet. Ik heb mijn buik er een beetje van vol na 50 uur ongeveer. Wat genoeg is voor een spel. Ik heb er mijn plezier uit gehaald. Dus versta me niet verkeerd. Het was het me zeker en vast waard. Maar het is op een punt gekomen dat ik er ook wel genoeg van had. En dat ik wou voortgang boeken ten koste van een aantal regels die ik overboord heb gesmeten. Eerste regel eigenlijk die ik overboord heb gesmeten, maar ook nog misschien even er aan toevoegen, is het gedeelte met hoeveel kaarten kan ik op handen houden. En vooral, eigenlijk als je voedsel op handen neemt, dan moet je waarschijnlijk items laten gaan, want anders heb je niet genoeg plaats in jouw slotjes. Maar ik behandelde voedsel iets als apart en een aantal items die ik nog niet in gebruik had, behandel ik ook als apart. Dus eigenlijk altijd 4 echte items in gebruik had. Ik heb vrij snel al wat vals gespeeld, dus het voelt niet als een prachtige overwinning. En dat is ook eigenlijk iets wat ik in het algemeen nog wel moet toevoegen eigenlijk. Ik had niet op het einde van een missie van wauw, dat is nu waard om daar naartoe te werken. Ja, het is een beetje anticlimactisch eigenlijk. Ja, buiten de eerste, maar misschien omdat ik toen nog, ja, omdat het mijn eerste was. Nee, als ik hier afrond, een topspel met heel wat gebreken, heb je geen problemen met die gebreken, kan je daarin vinden, dan is het absoluut de ervaring waard. Denk je dat je aan een van deze dingen gaat storen, het te veel onthouden, je moet regelmatig spelen en het zijn lange sessies waarschijnlijk, of geen storylines die noemenswaardig zijn, als je dat allemaal tegensteekt, dan zou ik hier niet voor gaan. Dan zou ik hem laten passeren. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening van The Seventh Continent. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Bye bye.